heel veel mensen denken dan, wat zien wij hier? Een Rising Wedge. Kijk, en dan denken mensen, ah, dit is een Rising Wedge. Terwijl, wat is het eigenlijk dat je zou moeten zien? Compressie. Hoi en welkom bij de Open Cache. Mijn naam is Vincent. Ik ben Barry en in deze video gaan we het met jullie hebben over hoe je prijsactie op een veel betere manier kan gaan leren begrijpen. Want we zien links en rechts heel veel mensen bepaalde dingen toepassen waarvan ik denk, ja, heel leuk dat het heel veel voorkomt op YouTube. Maar het doet eigenlijk niet zo heel veel als je begrijpt waar het vandaan komt. En dat is wat we in deze video aan jullie gaan uitleggen en gaan onderbouwen door middel van de chart. Ja, want dat is echt wat wij mensen willen leren, van hoe je het nou zelf kan zien zonder een bepaalde indicator of patroon eromheen. Want je hebt best wel veel voorbeelden daarvan. Je hebt dingen zoals een falling wedge, een compressie, ditjes en datjes. En bijvoorbeeld compressie, hè? Je hebt compressie die bijvoorbeeld omhoog drukt. Maar je hebt ook compressie die omlaag drukt. Je hebt ook compressie die gelijkwaardig is. Klopt. Maar welke kant gaat compressie uiteindelijk op? Dat maakt niet uit, dat weet je niet. Dat is altijd 50-50. Ja, en er zijn modellen, er zijn dingen die zeggen, ja, maar als het er zo voor staat, is de kans 51 dat we naar boven uitbreken. Ja, wat heb je daar uiteindelijk aan? Je uiteindelijk, moet zorgen dat je eerder in positie zit. Uiteindelijk heb je gewoon een level boven je en een level onder je. En dat is uiteindelijk wat jou de confirmatie geeft, wat je uiteindelijk gaat doen. Je gaat ook niets, als je nog in het model zit, nu alvast market instappen. Dat doe je dus op de confirmatie wat daar dus nakomt. Dus het maakt niet uit welke kant je op aan het telen bent, welke kant de compressie op staat, wacht altijd op de confirmatie. Wat we ook heel veel horen en heel veel voorbij zien komen. Oké, guys, ik ga een analyse maken. Ik zie hier een bullish divergence, jongens. We gaan up. Ja, we gaan up, inderdaad. Bullish divergence. Maar wat vertelt dat eigenlijk? Ja, kijk, een bullish divergence, je hebt een heel mooi, mensen vertalen altijd helemaal met een RSI erbij, inderdaad. En dan zien ze lager worden de bodems op de koers. En dan gaat er bijvoorbeeld de RSI omhoog met de bodems. Het geeft niks anders aan dat de kant waar de koers op gaat, dat die impuls aan het afzwakken is. Dat is het enige wat bullish divergentie doet. En ook bearish divergentie doet. Dat is het enige wat het eigenlijk inhoudt. Ja, precies. Als we kijken naar dit stukje wat we nu in beeld zien, dan staat er letterlijk, en dit komt gewoon van Investopedia, hè. What is a bullish divergence? A bullish divergence occurs when price fall to a new low, while an oscillator fails to reach a new low. Wat jij net al zegt, dat staat dus contrair tegenover elkaar. This situation demonstrates that bears are losing power and that bulls are ready to control the market again. Ja. Often a bullish divergence marks the end of a downtrend. Oké, dus vaak laat het zien dat het einde van een downtrend is en dat we up gaan. Ja. Ik wil dat zien. Boom! Hier hebben we de chart. En we horen dus regelmatig dat mensen op dit soort dingen traden en met dit soort dingen bezig zijn. Het feit wat wij hier willen aanstippen en wat we hiermee willen laten zien is dat prijsactie altijd leidend is. Als we kijken naar dit stukje prijsactie hier en we kijken naar dit wat we hier zien. Dan zien we als we hieronder kijken op hetzelfde punt. Gaat omhoog. Zien wij dus een bullish divergence. Dan zien we dus een bullish divergence. Hartstikke nice. Dat betekent dus, hebben we net gezien, dat de bodem in zicht is en dat we omhoog gaan. Klopt. Boom. Alsjeblieft. We gaan niet omhoog. Ja. Als we hier kijken, dan zien we, de bodems worden lager. Ja, maar de bodems worden hoger. We hebben er hier weer één. Ik zie er zoveel hier. We gaan omlaag. En hierbij denk ik dan, oké. Als je dit dus ziet, hoe moet je hier dan op gaan handelen? Hoe moet je hier dan naar gaan kijken? Wij kijken altijd naar pure prijsactie. Dit is hartstikke leuk dat het hier omlaag gaat, hier omhoog gaat. Maar wat moet je daarmee? Hoe kan je daarop handelen? Uiteindelijk, prijsactie is altijd king. De trend is your friend. Dit is de trend. En zolang we niks kunnen gainen, zeggen wij altijd, kunnen we ook niet verder omhoog kijken. Bullish divergence, hartstikke leuk, maar je gaat niet omhoog. Ik ga misschien nog even heel mooi even zo even intekenen nog die downtrend. Daar heb ik heel veel je muis over. Kijk. Letterlijk wat er aan het gebeuren is dit. Dus even heel veel toevoegen op jouw verhaal. Dit is waar je mee bezig bent. Dus dat is leuk dat jij een bullish divergence ziet. Maar dit is wat je ziet. Ik zie hier niks bullish aan. Dit is gewoon aan het downtrenden. En dat bullish divergentie, dat zegt iets. Maar dat geeft nooit zekerheid voor iets. En dus je bent op zoek naar houvast. En het enige wat je aan houvast hier hebt, is dat je in een downtrend zit. Wat kan je dan met die downtrend?
Hier breek je uiteindelijk level. Dan kan je zeggen, oké, we breken level. Ik ga short. Waarom? We zitten in een downtrend. Ja. Continuation naar beneden. Had je een hele mooie trend kunnen pakken. Hier, nog eentje. Hier weet je niks te gainen. Hier kan je shorten. Ga je uiteindelijk verder omlaag. Hier had je ook weer kunnen shorten. Ga je uiteindelijk verder omlaag. En hier waar we nu zitten, had je ook een short kunnen nemen. Gaan we daar verder omlaag? Dat weten we nu nog niet. Maar dit zijn de punten waar je naar kijkt voor een positie. Hier was het al. Hier begon het al. Hier weet je niks te gainen, ga je verder omlaag. Dit is hoe je kijkt en hoe je treedt. En dat deze omlaag wijst en deze omhoog wijst, ja, dat is net als hoe de wind draait, draait die hartstikke prima. Maar je hebt er niet zoveel aan. Want als je dus op basis van dit nu had gezegd, ja, boem, ik ga een long positie nemen, mazzel, was die weg. Hier, boem, ik ga een long positie nemen, mazzel, was die weg. Want de trend is niet gekanteld. Had jij hier op lower timeframe basis misschien een trade kunnen maken? Misschien wel. Je kan altijd long, je kan altijd short, dat weten we. Maar op deze manier kijken naar de prijsactie is veel makkelijker. Klopt. Zolang je niks kantelt, kan je niks veranderen. Ga je hier nu iets kantelen, dan kan je gaan kijken naar een long. Had je hier iets veranderd, dan had je kunnen gaan kijken naar een long. Had je hier iets veranderd, dan had je kunnen gaan kijken. Dit is hoe je moet kijken. Want kijk, weet je wat je nu ook helemaal intekent? Wat gebeurt er namelijk nu? Mag het trouwens even leeg? Allemaal leeg. Kijk, want wat er namelijk gebeurt, als jij nu dit doet, hè? Tik, 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 dit is jouw downtrend. In het opeens dit straks, hè? Wat gebeurt er dan? Dan is opeens die trend van lower highs is ineens gekanteld. Maar dit punt waar je dus nu zit, hier kan je dus een short op gaan pakken. Nou, hier zou je dus letten, nu had je dus eigenlijk een short kunnen zitten. Inderdaad. Maar wat je dus ook weet, gaat die fout en hij gaint hem wel, ligt er ook misschien een long scalp direct. En dan heb je dus kanteling. Is dat precies hetzelfde als wat we net aanhalen? Ja. Dit, dit. Verder omlaag. Ja, inderdaad. Precies hetzelfde als de andere kant op, alleen inverted on the scale. Dus Eén laatste ding nog, hè. Je haalde net even deze trade aan. Ik wil het er even niet meer over hebben. Want deze heb je getekend, maar wel gemist. Ja, nou ja, dat soort dingen gebeuren. Weet je. Maar op basis van prijsactie ben je altijd een stap voor. Ja. En zolang je op basis van prijsactie niks weet te gainen, verandert er ook niks aan jouw constructie. En we hebben dat al vaker verteld. Low, high, higher, low, higher, high. Dat is eventueel de conformatie, mits je ook een gain van een bepaald gebied hebt. Ja. Dat je kan zeggen, oké, dit puzzelstukje vertelt mij. Klopt. Daar kan wel eens een kanteling aan plaatsvinden. En dat is veel sterker en veel krachtiger dan op basis van een bullish divergence. Ja, en het tipje bij is dus gewoon, ga dit nu gewoon voor jezelf heel veel oefenen achter die chart. Dat kan je alleen maar leren door hetzelfde te gaan ervaren. Je kijkt nu dit filmpje, je ziet nu een stukje theorie ervan. Het kan je alleen maar leren door het heel veel te gaan oefenen thuis voor je met jezelf. Door het heel veel te gaan oefenen thuis. Dan hebben we er nog één. Ja, dit is een leuke naam. Vincent. En dit is inderdaad een hele leuke. Want mensen zijn altijd op zoek naar iets wat het makkelijk maakt voor ze. Iets wat easy peasy, lemon squeezy vertelt wat er gaat gebeuren. En dat is er eigenlijk niet. Als we kijken naar deze move. En we kijken naar deze move. En we kijken naar deze move. Heel veel mensen denken dan, wat zien wij hier? Een rising wedge. Kijk, en dan denken mensen, dit is een rising wedge. Terwijl, wat is het eigenlijk dat je zou moeten zien? Compressie. Compressie. Het afnemen van momentum. Ja. En eigenlijk, doordat die impulsen steeds een stukje zwakker worden, daaraan lees je af dat er wellicht een kanteling aan zit te komen. Ja, en de kans groter is op een kanteling. Want dat is letterlijk wat het aangeeft. Je ziet letterlijk dat die impulsen zwakker worden. Dat is het enige wat je aan hebt. Het enige wat je ziet. De koopbereidheid zwakt af. En dat zie je eigenlijk al door dit. En meer heb je niet nodig. Ja. Je hebt niet nodig dat het een rising wedge heet. Misschien noem je het het vlaggetje van mijn kinderfiets. Ja, omdat het op een vlaggetje lijkt. Geef het aan je naam. Ja, en weet je, het is niet zo heel erg belangrijk. Het gaat erom dat je begrijpt waarom iets ontstaat. En dat is met heel veel patronen. Ja. Een patroon om daarop te treden is weer heel wat anders. Maar de informatie die een bepaald patroon je geeft, want dit is een patroon die jou informatie geeft, die geeft jou de informatie dat de impulsen steeds zwakker worden. En dat iets is om op te letten. En uiteindelijk als je hier dan ook nog eens een keer een bodem verliest. Ja, hier, pap, pap, dat en had uiteindelijk de move geweest. Nog even heel basic, hè. Let ik wat je hier ziet. Dit is aan het uptrenden de hele tijd. Dan ga je ook gewoon in meetreden. Dit is gewoon een higher lows en higher highs. Ja. Maar wat jij net intekent, wat gebeurt er hier opeens? Je creëert een low. Een lower low. En dan krijg je hier een test omhoog. En wat ligt hier dan? Een heel erg belangrijk level. En dat is uiteindelijk de conformatie, de trade geweest. Dat is uiteindelijk het level waarbij jij zegt, ik ga short. En
dan had je kunnen denken, ja, als ik in de top was gaan shorten, naar de bodem, had ik 56% winst. Ja, en als je vanaf dit punt de short had genomen, had je 51% winst. Maar hij zit je veel zekerder in de trade, omdat je op basis van prijsactie, omdat je leest wat er staat, aan de hand daarvan ga je instappen. Ja, en een laatste voorbeeldje hierbij nog een hele mooie, want hetzelfde zie je ook de andere kant op, hè, hier in de bodems. Je ziet precies hetzelfde. Een drop, nog een drop, nog een drop. Maakt niet uit wat voor patroon het is. Geef het naampje die je zelf wilt. Drukt die omlaag. Gaat de andere kant op. De impulsen zwakken af. Maar hier, you gain a level. Doe je dit. Dit is misschien een minder grote trade, maar wel super veel zekerheid wat je hierbij hebt. Het is hetzelfde voorbeeldje eigenlijk als die we net links hebben geschetst. Maar dan de andere kant op. Het momentum zwakt af. De impulsen worden kleiner. En uiteindelijk ga je niet proberen onder in die impuls hier bam de long te gaan forceren. Want dit weet je nog helemaal niet. Je wacht op confirmatie van de prijs. Oké, we hebben iets significants gegained en ik ga kijken naar een positie. Boom. Dat is wat je uiteindelijk doet. Dan hebben we er nog één over. Waar we het ook al vaker over hebben gehad in video's. Dat hebben we al heel vaak uitgelegd. Maar in deze video vind ik het nog steeds belangrijk om het toch weer een keer aan te halen. Compressie. Ja. Compressie. Daarvoor hoef ik niet per se compressie te tekenen om te begrijpen wat die is. We krijgen heel veel vragen ook. Oké, Ber, ik zie hier dus compressie. Neem ik dan de wix mee of neem ik de body mee? Ik zou het je nog sterker vertellen, teken hem in het luchtledige. Want het maakt geen reet uit waar die op staat. Ja. Het gaat erom dat je begrijpt waar het vormpje vandaan komt. En als je het bijvoorbeeld hebt over dit vormpje. En dat zeg ik, al teken je hem zo. Helemaal buiten de chart om. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je begrijpt dat deze vorm van compressie hier ligt. Ja. Deze vorm van compressie horen we heel vaak. Ja, drukkend naar beneden, dus de kans is groter dat hij naar beneden uitbreekt. Ja. We horen dat heel veel en er zijn berekeningen voor die zeggen, oké, het gaat dan omlaag. Maar, heel goed, daar staat er nog een. Daar zien we nog een stukje mini-compressie. En zo kunnen we er heel veel vinden in de chart. Dit breekt niet uit naar beneden, dit breekt uit omhoog. Wat wil ik hier nou mee aangeven? Hetzelfde als bij de bullish divergence. Hartstikke leuk dat een patroon jou iets vertelt waardoor je een voorkeur krijgt. Maar zolang de prijs mij niet vertelt dat ik die voorkeur mag hebben, doe ik niks. Precies. Want de prijs vertelt mij hier pas, oké, dit is je groen licht, dit is je voorkeur, nu mag je omhoog gaan kijken. Ja, dat is een lower time frame kan je natuurlijk in de trend ook weer dit soort dingen vinden. Ja. Dit is wat je ziet op de daily. Dit is de conformatie van de prijs en de prijs is altijd leidend. Dit is het stukje die jou vertelt, oké, nu mag het. Klopt. Dit is het stukje waarbij je zegt, dit is gewoon veel te high risk om het hier te gaan doen, want je weet het niet. En hoe hoger het risico, hoe hoger die reward ook is, maar uiteindelijk is het doel gewoon in het traden om te zorgen dat je gewoon veel zekerheid hebt, want je kan beter de iets minder grote trades pakken, maar die wel vaker goed gaan dan als je één keer de klapper pakt en dan daarna een keer helemaal fout gaat. Ja. Zekerheid is alles. En dat is denk ik een heel erg duidelijk voorbeeldje. Boom. Ik denk een belangrijk stukje prijsactie weer. Een basis stukje prijsactie die je gewoon moet begrijpen. Heel leuk dat er doordat de prijs een bepaalde beweging maakt, een bepaalde vorm ontstaat in de chart. Maar die vorm moet niet leidend zijn voor wat jij uiteindelijk doet. Ten eerste, als de vorm pas uitgespeeld is, kan je pas uitsluiting geven over wat er gebeurd is. En dan ben je te laat. Je moet sowieso niet een voorkeur hebben voor een omhoog, omlaag of zijwaarts of iets dergelijks. Je moet gewoon traden wat je ziet. En zolang je het niet ziet, trade je het niet. Precies. En ook hierbij hetzelfde geldt ook weer gewoon. Ga het gewoon heel veel oefenen. Het enige, het is hetzelfde. Want als je fietsen wil leren, moet je ook oefenen. Als je auto rijden wil leren, moet je ook oefenen. Ook met dit. Dit is een kwestie van heel veel zien, doen. En zo ga je het gewoon leren zien. Ja, en dit is prijsactie aflezen in de puurste vorm. Hè? Het is natuurlijk vrij makkelijk om te zeggen, ik zie dit in de chart, dus dan kunnen jullie dit gaan doen. Maar op basis van een koers die lagere bodems neerzet en een RSI die hogere toppen neerzet, hartstikke leuk. Ja. Maar uiteindelijk, hoe ga je daarop treden? Inderdaad. Prijsactie doen wij op levels. Horizontale levels en ondertussen de onderliggende constructie. Higher lows, lower highs, alles wat erbij komt kijken. Dat is prijsactie in de baas. Als je dat begrijpt. Prijsactie ontleed is prijslevels, prijsconstructies en dat is het. Juist, ik denk dat het een heel duidelijk verhaal is. En aan die prijsconstructies en levels kan je aflezen wat een RSI jou vertelt. Kan je aflezen waar het volume zich bevindt. Je kan alles uiteindelijk zien. Maar de candles die op je chart staan. En kijk, stel je voor, je bent nu een beginner. Hè? Dan klinkt het nu allemaal heel erg lastig wat we nu allemaal uitleggen. Maar weet je wat het leuke is straks? Als je straks bijvoorbeeld een jaar bezig bent met traden of twee jaar. En je denkt aan deze video terug. Dan denk je, wow, ik begrijp nu ook prijsactie.
En ze had inderdaad gelijk. Je hebt het niet meer nodig. Je kan het zelf al lezen. Zo gaat het gewoon. En dat is het. Dat is het. Goed. Heel erg bedankt voor het kijken. Onderaan deze video komen uiteindelijk alle linkjes terug richting www.dopecash.nl. Vind je onder andere ons leerplatform, ons Discord-kanaal, Platinum, waarin je onder andere ook onze Vincent heel veel terugziet. Juist. Smash even op de duim, abonneer even op het kanaal. En voor nu zeg ik heel erg bedankt voor Later. Het kijken. Later.